Michael en Willem-Jan, vertel maar eens waar jullie naam vandaan komt. En vooral hoe je het ook uitspreekt. Want dat was voor ons wel even een dingetje toen jullie je aan hebben genomen. Niet te lang, Willem-Jan. Nee, kort. Ja, het is heel simpel. We moesten een naam hebben. En toen zei je, als iemand maar, hè, ergens een beetje met een naam hebt. Mm-hmm. En zo is het gekomen. Ja. Er was geen naam. Er was eigenlijk geen naam. Nee. En nu is de naam zo. Nu is het de naam. En al heel lang eigenlijk, Michael. Zo is het. Ja? Ja. Deze is al wel heel lang deze naam. Ja. 20 jaar? Ja, nou, dat is 20, maar wel lang. Weet ik veel. En hoe kwamen jullie nou op het idee om er nu een disco-nummer van te gaan maken? Nou, toen ik hoorde dat CV-ketel het ging organiseren en de band dat ging doen met de muzikant die erin zit, dacht ik van, dit wordt wel een, daar moeten we iets mee doen. En ik denk, waarom een carnavalsnummer? Het kan ook een disco-nummer zijn. En zo geschiedde. En binnen 20, 30 minuutjes hadden we het geschreven, in zoverre het melodietje naar Tijn doorgestuurd van zoiets moet het worden. En die heeft uiteindelijk het nummer van gemaakt. Ja. En zijn jullie tevreden? Ja. Het was vreselijk mooi. Hoe zeg je dat? Het was vet. Ja. Het was vet. Cool. Top. Dankjewel. Ja. Ja. Helemaal gaan.